Alles wordt weer een week uitgesteld. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Bakje pleuffen, gooi je merven, geen gezeur. En dan begint zo meteen Feyenoord tegen Excelsior tegen Feyenoord. Zo, dat was de wedstrijd. En, maar ja, ik wilde het echt wel gedaan hebben. En ik zat er lekker in mijn kijk naar Glodeel Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Het is vandaag nou zondag. En dat betekent voetbaldag weer ook. En dat is Feyenoord kijken in ieder geval. Misschien ga ik nog even live op Twitch ervoor. Maar dat weet ik nog niet zeker. En dan gooi ik nog in de vlog ook. Maar in ieder geval, ik ga nu lekker even douchen en aankleden. Dus laten we dat eerst doen. Even lekker douchen. Dus ja. Let's go, douchen. Lekker klaar met douchen. Hoppakee, nu maar even lekker sloffen aan. Alles aanzetten en wel koffie zetten. Editen. Moet ook nog gebeuren. Ganja eten geven, moet ook nog gebeuren. Nu even sloffen aan. Ga ik lekker even radio aanzetten. Nu maar even lekker wakker worden. En dan zien we voor de rest wel hoe alles gaat lopen en wel. Dus, even wat koffie. Dat is ook wel lekker, om lekker mee wakker te worden. Nu maar even kan je eten geven, zelf koffie zetten. Een bakje perfect voor je mur. Ja. Oh ja, jouw bakje staat al daar. Oké, dat is mooi. Daar hoef ik niet meer voor te pakken. Ja. Hoppakee, zet. Ja, kan je. Hij wordt helemaal gek. Hij wordt helemaal gek. Zo, dan ga ik nu even lekker koffie zetten. Rolgordijn lekker omhoog gooien. En dadelijk Feyenoord kijken om 2:30 tegen Excelsior uit. In ieder geval, Feyenoord moet uit, Excelsior thuis. Dus, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. En we gaan het allemaal zien. Dus, we gaan het allemaal bekijken dadelijk. Wat het gaat worden tussen die twee. Excelsior, Feyenoord. Ik hoop winst voor Feyenoord. Maar ja, eigenlijk maakt niet wat uit wat er gaat gebeuren. Men vond mij wel winst. Alles wordt weer een week uitgesteld. Dus deze wedstrijd moeten ze winnen. Dan zijn ze 100% deze weekend. Dan zijn ze sowieso volgende week kampioen. Dat lijkt me zo super tof. Omdat al deze dat ze gewoon deze weekend, volgende week worden. Maar dan moeten ze deze weekend sowieso wel winnen. Dus vandaag winnen, dan kunnen ze kampioen worden. Volgende week. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Ik ga daar kijken. Excelsior Feyenoord. Ik heb lekker melk en suiker in mijn koffie gedaan. Wat ik nu ga doen is lekker rolgordijn open gooien. Want dat is ook even lekker. Hoppakee. Licht in het huis. Alleen een rare uitzicht. Maar ja, maakt niet uit. Lekker bak koffie gezet. Bakje pleuffen, gooi je merven, geen gezeur. Tussentijd de computer aangezet. En het programma aangezet. En let's go. Lekker editen. Maar eerst even. Ja. Lekker editen. En dan gaan we daarna even kijken hoe ik kan vogelen. Om beelden van nieuwe dingen aan te zetten. Dat jullie kunnen zien. Van voetbal. Zonder beeld, maar wel alles op en eraan. Dus ik ga in ieder geval maar editen eerst. En dan begint zo meteen Feyenoord tegen Excelsior tegen Feyenoord. En ik ga dan live op Twitch. Ga ik weer iets aan de kant zetten. En dan gaan we doen dat zo meteen maar lekker kijken. En ik heb er zin. Ik ben benieuwd of ze gaan winnen. Maar we gaan het allemaal zien. Hoe en wat. In ieder geval, ik ga nu lekker nu live op. We komen nu de veld op, dames en heren. Dat gaat dadelijk gebeuren. Wat een feest, wat een vuurwerk. Ho, hoor de knal. Was blijkbaar al besteld, zou sfeerverhogend moeten werken. Vraag is, ik denk dat u mijn geluid wel zo goed staat van de jullie kunnen horen. De kele, die na de overwinnenheid, handig over rood en wit. De club en wit, voor Feyenoord. Handig
gaan vooruit. In Rotterdam Zuid bij Feyenoord. Santiago, Santiago Jiménez. Santiago, Santiago Jiménez. Santiago, Santiago. Ze zijn nu lekker de handen aan het schudden. Ze hebben getost. Ja, oud speler, de Wiever. 7 mei 2017. Exact 6 jaar geleden had dit de kampioenswedstrijd. 7 jaar geleden. Dat is toch niet 6 jaar? De laatste landstitel. Dat werd toen een week later. Want heb ik het mis. En aftrap is begonnen. Feyenoord. Excelsior, Feyenoord. Is begonnen. Excelsior aan de bal nu. Nu Feyenoord. Met Szymanski. En nu met Pak Xiao naar Pedersen. Pedersen met de bal. Aan de rechterkant van het veld. Naar Wiever. Wiever naar Hansko. Dat is wel lekker temperatuurtje, 19 graden. En Excelsior dat zich op eigen veld terugtrekt. Pak Xiao. Pedersen. Geertruida. Hansko. Feyenoord tegen de compacte Kralingers de oplossing maar zien te verzinnen. Hartman. Geertruida. Kutsu, Pedersen, Geertruida, Hansko, naar lange bal, Hartman, Kutsu, jammer, mijn lange bal wou die diep geven, hè. Maar dan Feyenoord rond nog eens de bal, wordt hier de 0-1, komt hier de 0-1 aan, nee. Oeh. Bijna, Geertruida, naar Pedersen. Even lang aan de rechterkant van het veld. Naar Wiever. Fijn dat hij al heel sterk bezig. Dat kan ik jullie wel vertellen. Dominant. Spelen ze. Zo, lange bal. Komt hij eraan? Ja. Maar net niet bijgehouden. Jammer. En een blessure bij Feyenoord. Ik weet niet wie daar op de grond ligt. Wiever. Fijn dat hij nu weer aan de bal. Met vrij top genomen. Anko. Hartman. En Geertruida. Oké, ja. Lange bal, mooi. Oeh, bijna bij de Jiménez. Oh. En dan pak Xiao. Lekker mooi afgepakt, jongen. Feyenoord, we do. Ja, Feyenoord, we do. Oké, pak Xiao, ga maar diep. Oh, een mooie lange bal. Jiménez, ja! 1-0, Feyenoord! Santiago Jiménez! Boom! Oh, wat een mooie kopbal. Van Thiago Jiménez. La 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 Santo, Riago, Jiménez, Santiago, 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 Jiménez. Oh, Santiago, Jiménez. Wat een mooie kopbal van Santiago. 0-1. Santiago. Kampioen, we worden kampioen, we worden kampioen, we worden kampioen. Graag, wij zullen ze laten beven. Goudmijn. Ja, la la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Feyenoord, Feyenoord. Heerlijk, 0-1. La la. Ja, la 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 la. Hey, Feyenoord, Feyenoord. Wat gaan wij doen? Wat een goede wegdraaiende voorzet wij van gaan winnen. Alleen met de wil is de vraag. We zullen ze laten beven. We zullen wat beleven. Feyenoord. 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 Olé. Feyenoord. Feyenoord. Wat gaan wij doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag. Wij zullen ze laten beven, we zullen wat beleven. Pak jou, kom op. Ah, jammer jongen. Met El Jacobi.
Want die neemt niet tussen, geen Meenhuis. Excelsior nu. Excelsior nu. Komt hier de 1-1 aan. Handen van Bijlo. Sta op voor ons kampioen. Sta op voor ons kampioen. Sta op voor onze kampioen. Sta op voor onze kampioen. Sta op voor onze kampioen. Oh, mooie lange bal. Naar Idrissi. Natuurlijk, de vriendin van Santiago Jiménez zit er ook bij. Daar is Feyenoord veel te sterk voor. En Feyenoord neemt de counter met Wiever nu aan de bal. En zo te zien is er nu 2-0. Oh, hè? Ah, dat is andere wedstrijden. Andere Feyenoord. Tent vrouwen tegen Feyenoord vrouwen. En voor mensen die het nou gemist hebben, is natuurlijk 0-1 zoals je ziet. Doelpunt maken Santiago Jiménez. Een kopbal. En hoeveel assist van Paxiao. Oh, mooi weggedraaid. Oh, mooi gespeeld, Santi. Ja, een beetje makkelijk gelegen, Santi. Alex Josje aan de bal. Selectie heeft hij er 3 gemaakt. Maar 3? Ook weinig. Feyenoord zakt nu al een beetje terug. Op dit moment. Feyenoord kampioen. Hartman weer richting Jiménez. Ah, net te hard. Heeft hij hem wel? Nee. Nee. Jammer. Feyenoord, Feyenoord. Feyenoord, Feyenoord. Arne, Arne. Wij worden kampioen. Oh, een mooie lange bal. Pedersen. Hartman. Idrissi. Pedersen. Paxiao. Wiever. Ah, Jiménez. Oké, vrije trap. We zitten in de 23e minuut. Hey, oh, Feyenoord. Van Gassel bij de eerste paal staat goed opgesteld. Maar er is voor Azarkan natuurlijk op die manier niet zoveel te winnen. Zeker niet. Ploeg van Arno Slot verloor pas 1 keer deze competitie. Dat was in Eindhoven tegen PSV. 7 gelijke spelen, alle andere wedstrijden gewonnen. Hoe heerlijk is dat, alles gewonnen. Hartman, ja, die heeft hem lekker liggen voor zijn linker. Oeh. De pijnlijkste botsingen. Paxiao en spelen van Excelsior komen tegen elkaar aan. Die doen blessure bij beide kanten. Zo pijn, daar zit Trauner. Niet alleen Trauner. Ook Wallenmark. Zit er ook tussen. Chic. In tribune. Dat hij zich even meldt. Sportief beschreven Karanand. Hoogste twijfelachtig of... De handen van Bijlo. Makkelijk. Wiever, goed gevoetbald. Szymanski. Al vrijgemaakt. Naar Paizao. Ah. Zonde. Kopbal. Nee, het is vrij stroperig. Noord, Feyenoord, wat gaan wij doen vandaag? Waar winnen? Alleen met nog een lusse vraag. Willen ze laten weten? Hey, Feyenoord, Feyenoord. Het idee van Dijkhuizen in ieder geval duidelijk. Ook bij een 1-0 achterstand zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. Tactiek niet loslaten. Alleen met hoeveel is de vraag. Goed, Joe. Staat wel gewoon voor. Dus Gertrouda. Ook eindeloos rond blijven tikken. Goed, Joe. Precies wat het helft van slot. Pedersen. Hansko. Dat staat onder controle houden. Geen gekke risico's Kutju nemen. En dan. Goed, Joe. Je lange bal naar Gertrouda. Maar bal kwijt. Gertrouda eigenlijk toch met een ziekenhuisballetje. Staat wel op scherp. Oeh. Hier dus kijk uit. Hou we met jou mee. Was het er niet bij. Betekent fijn dat Kuit 1-0. De basis komt beginnen tegen Heracles. Enfin, afloop kent u wel. Hou we met jou mee. Fijn het 1-0. Ja la 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 la. La 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 la. Kom op Feyenoord. Maakt er 0-2 van. Uit, kom maar op. Ja la 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 la,
La 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 la. Oeh, hoe is het om zo zeer mee te maken? Dat kan ik je al vertellen. Het is ongelooflijk bijzonder. Kukcu, Idrissi. Hartman. Jimenez. Houdt hij binnen? Ja, hij houdt hem binnen. We gaan naar Idrissi weer. Naar Wiever. Wiever. Naar Paschou. De voorzet. Leuk. Feyenoord heen. Dan gaat Feyenoord weer hoor. Nu bijna over de helft van Feyenoord heen. Excelsior. Ja, nu ze zitten nu op de helft van Feyenoord. Excelsior. Met Paschou. Excelsior staat weer volledig in positie. Geertruida naar Kutsu. Kutsu lange bal naar Pedersen. Paschou. Paschou naar Geertruida. Naar Ransko. Geertruida. Naar Pedersen. Geertruida weer. Amsko met lange bal. Naar Idrissi. Idrissi. Hans die voorzet. Weggewerkt. Is het de corner voor Feyenoord? Feyenoord, my Feyenoord. 1 minuut de blessuretijd. Dan is het bijna rust, dames en heren. En dan gaan we dadelijk naar... Fullback. Wordt aangegeven dat het buitenspel is voor. Het is vasthouden over en weer. En daar de hele spelen van Excelsior. Vasthouden wordt tegen elkaar weggestreept. Niet helemaal zonder risico die dat die wel aanpakt, Kukcu. Feyenoord, my Feyenoord. Dan zit de eerste helft erop. Zoals ja, gezegd, die vliegt nogal tot zo, dames en heren. We gaan zo terugkomen naar de tweede helft. Idrissi. Hartman eroverheen. Hartman teruggetrokken voorzet. Jimenez. Ja. Oh, ja. Zotti. Corner van Feyenoord. Genomen door Kutsu, natuurlijk. Hier de 3-0. Ja? Door Hansko. Oeh. Feyenoord. Wij worden kampioen. Feyenoord. Wij worden kampioen. Dus tijd in de 62e minuut. Zou er nog 0-2 kunnen worden? Pedersen vrijgespeeld. Pedersen. Zaken weg, maar bereikt volgens Kukcu niet. Hansko op avontuur. Hansko heeft er zelf geloof in die rol als interim linksbuiten. Vrije trap voor Feyenoord. Komt hier de 0-2 aan. Door de vrije trap. Dat gaan we zo meteen zien. De sfeer zit erin. In de stadion van Excelsior. Door Feyenoord de 16e landstitel kunnen binnenhalen. Gaat dat dit jaar gebeuren? De kans zit er heel groot in. 98% zeg ik. Vrije trap wordt genomen. Laag. Weggewerkt door Excelsior. De uitslag maakt de ene kant niet uit. Maar het zou mooi zijn als er 0-2 komt. Feyenoord zit er wel op te jagen. Op de 0-2. Feyenoord, we houden van die club. Feyenoord. Ruimte in. Kan nu te maken met Wiever. Zie je de 1-1 nou, hoeft niet. God van Driehoes. En dan moet Bijlo toch. Maar de handen van Bijlo. Feyenoord, man. Kameraden. Feyenoord 1. Ali Reza, Jan Baks. Als Timber verlengt, Wiever. Scoort hij tegen zijn oude club? Nee. Hensbal gezien dat een vaste waarde bij Feyenoord ontwikkeld heeft.
Heel mooie prestatie van hem hoor, Weaver. Maar nog steeds 0-1 in het stadion van Excelsior. In de 70ste minuut. Ja, la la la. Feyenoord. Jan Baks, kom op, Jan Baks. Geef een mooie voorzet, Gemenes. Maar is hij nog niet klaar? Weaver. Repareert hij dan zelf? Mooi gerepareerd, Hansko. Maar Gusebuyuk wilde niks van weten. Ik heb niks gezien. Ik kon het in ieder geval goed beoordelen. Nu kan ook niet met beoordelen. Dus Jan Baks, Gemenes komt in beweging. Hartman is onderweg. Wat wordt de keuze van Jan Baks? Nou ja, Driehoes was ook alweer terug. Hey, Feyenoord komt maar niet tot kansen. Hartman, Kutsu, Weaver, Kutsu. Hartman, Kutsu. Timber, Kutsu. Weaver. Maar Jimenez. Dingen voor Weaver. Bijna 20 minuten te gaan nog. 20 minuten. Zit hij goed in? Oh ja, Koubi. Ongeveer een kwartiertje nog. Koubi aan de linkerkant. Feyenoord dichtbij kampioenschap. Nummer 16. Dat is een mooi balletje van Geertruida. Mooie bal van Geertruida. Naar Timber, Jimenez, Jimenez. 0-2. Boom! Feyenoord op 2-0. 2-0. Feyenoord. Doelpuntenmaker. Santiago. Jimenez weer. Op een moeizame zondagmiddag op Woudenstein. Hapskede. Dat is nummer 2. Het is zo stoïcijns. Nou is gebeurd. Jimenez. Santiago. Santiago. Jimenez. Santiago. 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 Jimenez. Mateloos populair. Santiago Jimenez. Maar vooral ook... ongelooflijk ijskoud in de situaties waar daarom kanten een rustige afronding gevraagd wordt. Santiago Jimenez. En nu wacht hij op de beweging van Gassel. Onschuift hij vervolgens het doel. Zo staat Feyenoord. Ja, la 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 la. Ja la la. Ja la 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 la. De kampioen, wij worden kampioen, wij worden kampioen, wij worden kampioen. De kampioen, wij worden kampioen, wij worden kampioen, wij worden kampioen. Staan voor onze kampioen, staan. Voor onze kampioen, ga staan! Voor onze kampioen, ga staan! Voor onze kampioen, ga staan! Kampioen, ga staan! Voor onze 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 kampioen! Pedersen vastgehouden naar het gras getrokken. Orde, orde, wij worden kampioen. Orde, orde, kampioen. Orde in de Champions League. Orde in de Champions League. Orde in de Champions League. La 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 la. Ja, la 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 la. Feyenoord, wat gaan wij doen vandaag? Hoekschop getrapt door Ajoep. Excelsior nog dichtbij een aansluitingstreffer. Hij zit er niet in. Oeh, bijna. Dat is ongevaarlijk. Hey, over. Uit de tweede lijn. Lo, lo, lo.
kunt gaan stemmen op de KPN Man of the Match. Lijkt ook waarschijnlijk niet heel ingewikkeld. Jiménez. Daar gaat hij weer. Jiménez. De bal zal blijven liggen voor hem. Jiménez, Horemans voor zich. Jiménez. Ah, zonde jongen. Jacobi. Bijna. 81e minuut. Zitten we. Cadeau gedaan aan Kukçu. Kukçu, Kukçu. Ja, ja, komt hier de 0-3. Oeh. Wiever kan afdrukken. Dat doet hij hier vol overtuiging. Jammer. Bijna 0-3. Ja, 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 ja. Het is bijna zover. Afluiten, geblazen. We zitten in de 83e minuut. Gaat hier de mooie eindscore zijn. De 0-2. Twee keer Santiago Jiménez. Of komt er 0-3? Vijf minuten nog plus wat extra tijd. Scheiden Feyenoord van de 23e overwinning in deze competitie. Arne, Arne, we worden kampioen. Mooie lange bal. Inzet geplocht worden. Arne Slot, Arne Slot. Dodelijk effectief Arne geweest Slot, vandaag. Arne Slot, Arne Slot. Arne Slot, Arne Slot. Arne Slot, Arne Slot. Tot in de blessuretijd. Club heeft dit. Ja, Max. Goudmijn nog even. Maar de potentie bij die aanvaller is overduidelijk zichtbaar. Twee minuutjes extra tijd slechts. En twee minuutjes maar. Dan is het afgelopen, dames en heren. Want hier de 0-3 aan. En daar is Danilo. Oh! Die krijgt er maar niet in van dichtbij. Werk in Nederland. De elke Goliath. Als de hoeders van de stad, zijn bonen van de Milo regio. Komt en klemt. Het hielp Feyenoord natuurlijk enorm tegen zo'n defensief. Dat was het wel duidelijk. Feyenoord vergroot de marge ten opzichte van PSV weer. Ja! Tot 8 punten. Het is 0-2 geworden voor Feyenoord. Zo, dat was de wedstrijd. En ik zit te denken om eigenlijk binnen dan... Volgende week weekend, want Feyenoord 2-0 geworden. En wat ik eigenlijk wil bij je zeggen, ik hoop dat, ik denk dat ik volgende week, volgende maand, een week ja, denk om live te streamen in de Kuip. Maar ik weet niet zeker of ik ga doen of niet. Want ik zit te denken, qua batterij, ik heb dan batterijen echt veel nodig. En nog wat anders, enzovoort, enzovoort. Maar het is al 5 uur geweest. Tussentijd geef ik aan je eten. Ik heb tussentijd zitten snacken. Dus ik ga denk ik al niet zitten eten. Want ik heb eigenlijk snackies van frituurgen. Ja, mensen van Airfryer genomen. Ja. In ieder geval ga je even eten geven. Want ik zit eigenlijk al een beetje bomvol. En ik dacht, weet je, ik ga denk ik gewoon lekker volgende weekend. Denk is ik te denken om het live te streamen. Maar ik weet alleen niet hoe. Dus dat... hele verhaal. Ja, alsjeblieft. Dus ik ga daar even over nadenken hoe ik kan doen. Hoe en wat. Dus ik ga erover nadenken. Ik laat jullie wel weten. Ik ga even op YouTube internet even kijken hoe het kan. Ja, ga ik even voor kijken. Of ik een oplossing kan vinden. In een week tijd. Maar ik denk niet in een week tijd te gaan oplossen. Maar ja, we gaan het allemaal zien. Zo, wat ik nu ga doen is eigenlijk even snel even afwassen. Dat hoef ik dan morgen niet te doen. Dus laat ik hem vanmorgen ook staan. En ja, ik dacht laten we dat maar even gelijk doen. Want dat hoef ik vanmorgen niet veel te doen. Want ik heb wel heel veel afwas te staan. Dan ga ik alleen afwassen en laat ik vanmorgen staan. Dan kan ik gelijk vanmorgen in de kast zetten. Maar ja, tussentijd heb ik lekker YouTube zitten kijken. Maar ja, ik wil het echt wel gedaan hebben, het half was. Want anders komt er niks van. Al is het tussentijd 6 uur geweest. Ik ga het gewoon lekker klaarmaken om langzaam lekker in bed en knal te liggen. Ik weet niet zeker, maar vermoed het vooral. In ieder geval, nu maar even
afwas. Laten we dat nu doen. En dan is de afwas gedaan. En ik zat er lekker om muziek bij te luisteren. Ben ik gelijk weer achter de computer aan het gedoken. Maar ik vergat dat de camera nog bij de keuken lag. Ik dacht, oh ja, ik moet even wat vertellen nog. Tuurlijk. Maar in ieder geval, lekker YouTube bekijken. Een beetje TikTok in de gaten houden. En de Discord algemeen. Super tof. Maar in ieder geval, ik ga lekker verder YouTube kijken. Naar Gio. En dan, wat is nu? Precies 9 uur geweest. En ik ga wel langzaam een beetje lekker op tijd gewoon slapen. Dat ik lekker een slaapritme heb. Dus vandaar. In ieder geval nu even lekker verder Gio kijken. En even denk ik alle beelden op mijn computer zetten. Dus maar ja, ik ga even dingen over de editor nog doen. En dan kijk ik naar Daniel Liptons. En ja, dat is elke zondag om 8, 9 uur. Die ga ik kijken, ga ik gewoon wil ik wel volgen. Vind ik vooral leuk om te volgen. Maar ik ga lekker rolgordijnen doen, dicht doen. En dan lekker klaarmaken om te slapen. Morgen weer een dag, morgen vroeg op. Laatste maandag alleen. En op 2 maanden achter elkaar niet op maandag te werken. De reden daarvan ga ik nog vertellen. Dat is, ja, dat komen jullie wel te weten. Aanstaande vrijdag kan ik helaas niet live op Twitch. Ga ik ook nog over beginnen. Daar gaan jullie ook nog over zien. Dus dat wil ik even vast bijgezegd hebben. In ieder geval, ik ga nu lekker vlog afsluiten. Lekker Daniel Liptons kijken. En ik zeg alvast veel kijkers en groen nieuwe vlog. Om 1 uur en zeg ik hierbij laters. Tussentijd hoor ik al een rommel. Dit is er goed stijgen voor de wind. Of niet? Als ik wil eigenlijk zit nou te kijken. Kan ik zo. Zes.